kom op, hé. Ja. Ik kan dat stomme ding nou niet, niet vinden. Waar is het nou? Daar is hij! Eindelijk! Hallo, beste kindjes. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky en... wat is dat toch weer lang geleden, hè? Ik heb lopen zoeken en lopen zoeken en lopen zoeken. En uiteindelijk heb ik in dit stomme rommelhoekje hier mijn camera gevonden. Maar hè, zo lang geleden is het toch niet sinds de vorige video. Toch? Toch? Ik zat even te kijken naar mijn laatste video. En die is dus blijkbaar bijna 3 jaar geleden online gekomen. 3 jaar geleden? Maar goed, jongens, ik heb zoveel zin om weer een nieuwe Henkies monteurdeur op te nemen. Het is zo lang geleden. En wat ziet de wijk er toch weer mooi uit, hè? Dat hebben jullie vast gemist, hè? Ik weet dat jullie het gemist hebben. En ik heb ook zo wat leuks voorbereid voor deze aflevering. Maar daarvoor moeten we eerst eventjes naar mijn allerliefste, allermooiste, allergrootste Super Henkie Panto. Hij staat er nog. Dat is ook eens even lang geleden. Hey, kijk eens naar die velgen en naar die spoiler. Die heb ik zelf nog geïnstalleerd met mijn Super Hamernator 3000. Dit is even... Ik heb zo lang al niet meer gereden. Dit voelt goed, hé. Dit voelt heel goed. Even kijken hoe snel die nog is, hoor, jongen. Hij is heel snel. Ik was vergeten hoe snel mijn auto... Ik was even vergeten hoe snel mijn auto's waren. Goed, jongens. Laten we maar gelijk beginnen met het idee voor vandaag. Ik heb zo wat leuks voorbereid. Althans, ik heb helemaal niks voorbereid. Ik heb gewoon een heel leuk idee. Misschien is dat ook wel goed genoeg. Moet wel voor me blijven kijken. De hek gaat open. Ben ik hier welkom? Hallo? Is er iemand? Hallo? Natuurlijk, jongens. We zijn bij een kiesmonteurdeur aangekomen. Je dacht even dat ik de weg kwijt was. En dat ik geen idee had waar ik het over had. Maar Henkie weet altijd waar hij het over heeft. Hier ben ik ook al zo lang niet meer geweest. Henkie's monteurdeur. Mijn geheime plannen. Deze geheime plannen. Hier moet ik ook nog ooit een keer helemaal voltooien. Wereldverovering. Goed, vandaag gaan we natuurlijk niet heel veel doen in onze panto. Want wij gaan auto's monteren natuurlijk. En je hebt het waarschijnlijk al in de titel en in de thumbnail gezien. We gaan een politie Tesla monteren. Dat is spannend. Maar goed, voordat wij dat moeten doen... ik heb helemaal geen Tesla. En ik heb ook eigenlijk helemaal geen politieauto. Dus laten we die even... stelenen. Ik bedoel, gewoon lenen. Ja, ze krijgen hem terug. Maak je geen zorgen. En jullie kennen die monteurder natuurlijk. Dat is heel dicht bij het politiebureau hier. Oké, dus laten we eerst even kijken of wij hier een politieauto kunnen lenen. Zo, parkeren we eerst even onze panto hier. En hebben we natuurlijk nog die politie Range Rover hier. Die heb ik echt jaren geleden een keertje voor ze gemaakt. Hallo, meneer. Hallo, politiebureau. Henkie is er weer. Ik wil graag een melding maken. Hallo, hand op de bel. Hand op de bel. Hand op de bel. Er is helemaal niemand momenteel hier. Dan heeft Henkie nog wel een goede oplossing. Ja. Ja. Open die deur. Open die deur. Openmaken van mij. Erin. Panto, ik kom je later wel halen. De alarmen gaan af. Weg, meisje hier. Weg, meisje hier. Hij is van mij. We moeten ontsnappen. We hebben een politieauto gestolen. We beginnen gelijk gek. Ze mogen me niet vinden. Ik moet hem ergens verstoppen waar ze hem nooit gaan vinden. Ik heb een idee. Hier naar rechts. Henkie is zo goed in rijden. Dat gaan ze niet vinden, toch? Er zit vast ook geen radio of zo hierin. Of een GPS of zo. Ofwel, zit die er wel in? Nee, vast niet. Oké, wat nou als we gewoon heel even stil gaan staan op het dak hier... en dan wachten we even tot het donker... wat een mooie zonsondergang. Mooie zonsondergang. Wat een mooie zonsondergang, hé. Daar houdt Henkie wel van. Maar goed, laten we eerst even hier wachten bij de politieauto. Dan ga ik pas een aantal onderdelen eraan lenen. Niet slopen, ook niet kapot maken. Misschien toch een beetje kapot maken. En dan wachten we even tot het donker is. En dan als het donker is, rijden we hem 's nachts terug naar Henkie's monteurdeur. En dan... En dan hebben we nog een Tesla nodig. Dat gaat zo leuk worden. Goed, het is avond. En ze noemen me ook wel Henkie de Batman. Batman de Henkie? Ze noemen me ook wel Henkie. Goed, laten we weer in de auto stappen. Doen we mijn lichten doen we uit, want we mogen niet gespot worden natuurlijk. Het moet van grote essentie zijn dat wij veilig terugkomen op de meest stille manier. Van onderen, hoppa! Die was niet slim. Aan de kant allemaal, Henkie komt eraan. In alle stilte, in alle rust komen we snel even hier langs doorrijden. Maak je geen zorgen allemaal. Ik moet alleen even snel naar Henkie's monteurdeur toe. Aan de kant, wegwezen hier, wegwezen. Waarom rijdt iedereen spook? Kunnen jullie niet?
zijn de goede kant rijden, joh. Goed, als we dan hier naar links gaan, dan een beetje doorrijden, dan komen we hier zo bij de geheime garage uit van Henkie. Open nu. Dan bewaren we hem hier in deze garage, zodat hij niet gevonden gaat worden. Ah, zo, hé jongens, dan hebben we even toch een politieauto gesteleend. Die is van mij. Goed, en nu het nog avond is, moeten we snel handelen, jongens. Ik heb een Tesla nodig en dan kunnen we ze samenvoegen. En dan maken we er toch wat moois van. Ah, ik heb daar zo ik heb daar zo ongelooflijk zin in. Enig is dat ik wel op het moment geen voertuig heb naast dat witte busje daar. Maar wie wil er nou in een wit busje rijden? Gadverdamme. Gelukkig heeft Henkie hem zo roze gespoten, dus laten we maar gelijk gaan. Goed, ik moet even de Tesla vinden. Zo, mevrouw, wat doet u daar? Gadverdamme. Goed, kijk eens. Ik heb mijn auto om het hoekje achtergelaten. En we zijn inmiddels helemaal bij de bergen aangekomen. En ik denk dat we bij het huis zijn. Dus we moeten stiekem zijn. Laten we stiekem een beetje rond deze berg hier rennen. Of langs dit muurtje. Oh, trouwens. Mensen denken dat ik vandaag bezig ben. Henkie, doe normaal. Henkie, doe als Henkie. Squad 1. Squad 2. Squad 3. Oké, als die auto daar voorbij is, dan moet ik gaan rennen en dan gaat mijn missie van start. Oké, go, 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 Henkie, go, Henkie. Ze kijken niet op, go, Henkie. Erachteraan, erachteraan. Oeh, en nu tegen de muur aan. Goed, kijk eens. We zijn aangekomen. Het huis waar ik nu tegenaan sta, is het huis waar ik op mijn Henkie Supermonitor satellieten heb kunnen zien dat hier een Tesla Model S staat. Een hele mond vol. We zijn super geheim. We zijn super tactisch vol. Dat is een woord, tactisch vol. Kijk, dan moeten we hier erop klimmen. En zo te zien begint het al licht te worden, dus ik moet opschieten. Oké, dan klimmen we hier omhoog. Zo, en dan snel hierachter schuilen. We zijn in de tuin van de buren, want als ik hier even ga schuilen zo... Kijk eens wat we daar dan zien, jongens. Daar staat hij, de zwarte Tesla. Het doel voor vandaag. En het is bijna ochtend. Zoals je kan zien is het al helemaal zo goed als licht. Dus we moeten dit heel slim spelen. Laten we eerst hier omhoog klimmen. Oh, achter het muurtje. Jongens, kijk, daar staat hij, de Tesla. Hoe gaan we dit doen zonder dat het opvalt? Ik heb een idee. Activeer Henkie afleidingsmanoeuvre. Ja, balletje. Pak hem dan. Pak hem dan. Oh, wacht. Een auto gaat natuurlijk niet achter balletjes aan. Dan maar gewoon erop afrennen. Van mij erin stappen. Oh, het alarm gaat niet af. Oké, wegwezen hier. Wegwezen hier. Het alarm gaat af, jongens. Oh, nee. Oh, nee. Wegwezen hier. Wegwezen hier. We gaan zo... We gaan zo snel mogelijk. We moeten hier zo snel mogelijk wegwezen. Oh, wat is die Tesla nu al snel? Maar hij is nog lang niet snel genoeg voor Henkie. Tijd om naar Henkie's monteurdeur te gaan. Ze gaan deze auto toch nooit meer vinden. En ik ga een veel leukere versie teruggeven. Dus laten we snel doorrijden. En dan zie ik jullie bij Henkie's monteurdeur. Ah, daar zijn we weer. Hè? En we hebben nu ook gewoon een Tesla. Goed, de Tesla gaan we gelijk hier even buiten om het hoekje zetten. Zo. Dan rijden we deze prachtige politie Range Rover er ook eventjes uit. Zo. Die zetten we dan hier neer. Kijk dit dan eens eventjes. Ah, balletje op het ruit. Ik weet niet waarom ik dat denk. Zo hebben wij een politieauto. En zo hebben wij een Tesla Model S. En nu kunnen we die eindelijk gaan combineren. Ik heb mijn hamer bij me. Het is tijd om te gaan monteren. Doen we een klapje hier. Doen we een klapje daar. En voor je het weet... Zijn we klaar, want... Boom! Dames en heren, jongens en meisjes. Kijk nou eens naar wat ik weer gecreëerd heb. Een politie Tesla Model S. En ik heb zo mijn best gedaan, jongens. Ik heb de ene auto gemonteerd. Ik heb de andere auto gemonteerd. Ik heb ze samengevoegd. En zo creëren wij het prachtige politiemodel. En ik ga even nog even... Ik miste. Hij is snel. Hij is bestendig. Maar dames en heren, ik kan het allemaal wel zeggen, maar dat moet ik natuurlijk ook aan jullie bewijzen, hè? Dus het is tijd voor een aantal tests. Dus laten we even op pad gaan met deze prachtige auto. Oh ja, wel één klein dingetje, jongens. Ik vond hem stil, dus ik heb er toch stiekem maar een motor in gedaan. Hij is niet meer elektrisch. Henkie's auto's moeten haar brom zeggen. En zoals jullie kunnen zien is hij al heel snel, maar laten we de echte snelheidstest doen op een oude, vertrouwde plek ergens hier in de stad van Henkie, oftewel Los Santos. Laten we er eerst even snel heen gaan. Het is zo lang geleden dat ik op het vliegveld ben geweest. We gaan er wel met een sprongetje op. Komt-ie, hè? Hoppakee! Oh, wat doet hij dat ook weer netjes, hè? Wat een landing dat hij dan ook maakt. Ah, wat ben ik lang niet meer op het vliegveld geweest. Ah, wat een prachtmodelletje dit. Oké, dames en heren. Laten we ons klaarmaken voor test nummer 1. We gaan hier staan. Dit is spannend, hè? Ik vind dit toch zo spannend. Dit is zo lang geleden. Het is tijd voor de snelheidstest. En gaat hij het aankunnen? Gaat hij topsnelheden halen? En ja, ik heb ook een Henkie Boost button erin gedaan. De snelheidstest. Laten wij van start gaan. In 3, 2, 1. Wat is je snel? We gaan wel heel snel, dames en heren. Dit is misschien wel eventjes sneller dan verwacht. We gaan bijna 500 km/u. Pas op!
grapje, een grapje. Er is niks aan de hand. Goed, mijn dames en heren, dit was natuurlijk niet de eerste test. We zijn weer terug aan het begin. Hier laten we nu even de Henky Boost Button activeren. In 3, 2, 1. Henky Boost Button! Oh! Oh nee, dit had ik ook niet voorzien. Dit was echt... Oh, Henky, waarom doe je nou altijd zo stom? Ik wist niet dat we konden vliegen met een Tesla Model S. Wat leuk! Misschien heb ik toch iets te veel van die vleugeltjes aan de zijkant gemonteerd... en een bepaalde aerodynamie goed gedaan... waardoor als ik op de boost-button klik... we letterlijk opstijgen, alsof we een vliegtuig zijn. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Maar, wat is hij toch weer snel, hé? En kan hij ook een beetje sprongetjes maken als ik hierheen ga? Hoppakee! Oh, hij drift goed. Oh, zagen jullie dat, jongens? Ik ben in die jaren alleen nog maar een betere chauffeur geworden. Ik denk dat de snelheidstest wel goed gelukt is, jongens. Dan is het tijd om door te gaan naar een andere hele bijzondere test... die Henky altijd met veel plezier doet. Noodrem! Goed, dames en heren. Voor deze test moeten wij naar een oude vriend. Naar een oude vijand toe. Mount Danger. Oh, dat gaat weer spannend worden. Hey, jij, meneer Tesla, ga jij op kunnen tegen Mount Danger? Ga jij de schaduw kunnen verslaan? Ga jij de krachten kunnen weerbootsen? Weerbootsen is geen woord, maar we doen dramatisch. Ga je sterk genoeg zijn? Ga jij het doen? Als je het doet, mag je je balletje halen. Want ik weet dat je van balletjes houdt. We moeten het alleen nog een beetje oefenen. Kijk, deze man daar bijvoorbeeld, die houdt wel van balletjes. Meneer, houdt u toevallig wel van balletjes? Vindt u dat toevallig wel leuk? Hier, voor jou. Volgens mij vindt hij het niet leuk. Goed, politie Tesla. Het is tijd om van start te gaan. Het is tijd om naar Mount Danger te gaan. Oh, dit gaat echt heel spannend worden, dames en heren. Hoe gaat hij het overleven? Gaat het goed of gaat het fout? Aan de kant, meneer! Oh, we zijn er heen. Ik vind het zo spannend. Goeiedag, heren. Oh, kijk, er staan mensen die al klaar staan om foto's te maken voor het geval dat... Oh, huh? Ik ben een schizofreen. Ik zie mensen die er niet zijn. Hallo, mijn naam is Henky en ik heb hulp nodig. Daar gaan we dan. Danger, wat heb ik dit bord lang niet gezien? Oh nee, sorry Steen. Wat heb ik dit bord lang niet gezien? Mount Danger. En het uitzicht is nog steeds echt waanzinnig. Eng, waanzinnig eng. Oké, politie Tesla, het is zover. We gaan de test gaan we aan. We gaan eerst zoals gewoonlijk gaan we dit bordje even aan de kant gooien. Jij gaat vast naar beneden. Tot ziens. Oh nee, ik moet even kijken hoe we dit misschien verstandig kunnen doen. Het verstandig is om je riem vast te doen, goed je voet op het pedaal te zetten en gewoon te gassen. Let's go! Oh nee, de spookkant is te zwaar. Door mijn nieuwe motor. Oh nee, ik had er een motor in gedaan. Dat had niet gemoeten. Oh nee, dit was niet verstandig. Oh nee, de auto gaat stuk. Oh, de auto gaat stuk en dan gaat alle kanten op. Oh nee, politie Tesla, hoe kan dat nou? Nee! Dit gaan we delen. Nee, ze gaan zonder mij weg. Mijn bumper. Tot ziens, bumpertje. Ik zal je missen. Oh, dames en heren. Ik heb geen rekening gehouden met het gewicht van de motor. Omdat het een Tesla is, zit er normaal geen motor in. Maar ik had een nieuwe motor erin gedaan voor geluid, waardoor die naar beneden kukkelde. Zou die het nog doen? Oh, kijk, dit is helemaal goed gegaan natuurlijk. Oh, dit gaat er helemaal fout. Oh, wie kan dat? Oh, ik kom helemaal verslagen aan op dit terrein hier, dames en heren. Kijk nou naar mijn auto, jongens. Kijk nou, kunnen jullie me helpen misschien? Nee? Nee, loop anders maar gewoon lekker door, hè? Goed, dames en heren, ik heb een idee. We gaan hem nog even helemaal monteren. We gaan hem sterker maken dan ooit. En dan proberen we het gewoon nog eens. Goed, dames en heren, ik kan met trots zeggen als ik even me omdraai hier... dat de auto helemaal is gerepareerd. En dit is supermodel Tesla S Politie-inator met rode wielen en een wit randje eromheen. Hij is gevaarlijk nu, hoor, dames en heren. Hij is heel gevaarlijk. De rode wielen die zijn natuurlijk voor extra kracht, voor extra snelheid. Ik heb hele zwarte ramen erin gedaan, zodat ze niet meer per ongeluk kunnen breken of stuk kunnen gaan. Hetzelfde heb ik voor de voorspiegels. Die zijn helemaal, de voorlichten helemaal geblendeerd. De achterlichten zijn ook helemaal geblendeerd. En ik heb een nieuw spulletje gebruikt, waardoor er geen schade gedaan kan worden. Kijk maar! Naast die schade, daar kan er geen schade komen. Goed, we zijn weer boven aangekomen. En het is ineens ook een stuk duisterder. Het is een hele andere sfeer ineens hier. De zon gaat bijna onder. Het begint een beetje te regenen. Ik voel dat Danger mijn uitdaging aangaat. Dus laten we eerst dit bordje weer even aan de kant schuiven. Ik heb het gevoel dat Mount Danger door heeft wat ik probeer. Henky die is er 2-3 jaar weg geweest. In de eerste keer van Mount Danger heeft hij verloren. En Mount Danger voelt zich gelijk helemaal het mannetje. Maar niet langer hoor, dames en heren. Henky zal weer overnemen. Henky zal zegen vieren. We gaan het proberen. We zetten een stapje naar achter. In 3, in 2, in 1. En gas erop. Hoppakee.
Oh, kijk, hij houdt het nu al een stuk beter. De achterkant valt niet, op de voorkant valt niet naar beneden. Daar gaan we. Wow, ik ontwijk alles. Ik land altijd op mijn wieltjes. Geen boom is te sterk voor mij. Hoppakee. Oh, dat was mijn bumper, maar we hebben een ijzersterke bumper. Kijk dit dan, dames en heren. Alsof het niks is. Hoppakee. Ik word niet eens misselijk hier binnen. Maar dat maakt niet uit. De auto houdt vol. Hoppakee. We gaan er doorheen. We zijn een slangenmens. We maken salto's. We glijden tussen de stenen door alsof het niks is. Hoppakee. En oppassen. Goed drift hier. Goed zo. En achteruit daar tussendoor. Ja. Oh, dat gaat me toch een partijtje eerlijk. Dames en heren, ik denk dat de mountaintje test helemaal goed is gegaan door de tunnel. Hoppakee. Ah, kijk nou even wat een prachtig weer het ook is, hé. Nu hoef ik niet meer naar links zien. Ik kan nog gewoon hierheen. Ah, wat een geslaagde test weer, hé. En wat ziet hij er goed uit. Uit zoals dit. Oh, dan kunnen we snel over die snelweg weer terug naar huis. Voor deze auto langs. Oh. Wat een geslaagde auto, hè. Echt gewoon een politieauto, hè. Nou, dan ben ik nog maar aan één ding heel benieuwd. En dat is, wat gaat de politie ervan vinden? Want ja, dit moet natuurlijk uiteindelijk wel voor de politie zijn, hè. Dus laten we snel terug naar huis rijden. Van links naar rechts naar links hier. En dan gaan we er dwars doorheen door het midden. Oh, wat is hier snel. En dan zie ik jullie in de stad. Hoppakee. Wat een vredige dag weer, hé. Goed, de auto is wel een beetje vies, maar het maakt niet uit. We zijn hier inmiddels aangekomen bij het politiebureau. Oh, er staat daar een andere politieauto. Maakt niet uit. Ik ga hem hier even parkeren, hé. Mijn panto is weg. Oh, wat een dief, hé. Ik steel hun auto's toch ook. Oh, wacht eens even. Dat doe ik wel. Agenten, zijn jullie er? Ik heb een cadeautje voor jullie, hé. Hallo? Agenten, is er iemand thuis? Regisseur? Ari? Is er iemand? Er is volgens mij helemaal niemand, hé. Ik heb een mooie auto voor jullie gemaakt. Helemaal speciaal voor jullie. Ah, daar ben je, meneer de agent, hé. Wilt u eens meekomen? Ik heb een mooi iets voor u gemaakt. Kijk, ja, goed zo, meneer. We lopen even samen die kant op. Kijk eens wat ik heb gemaakt daar. Dat is hem. Een Tesla Model S. Sick. Ja, cool, hè? Dat vond ik ook. Meneer, deze kant op. Agent, nee, deze kant op. Agent, hij staat hier. Waar gaat u nou heen? Hij vindt hem volgens mij niet mooi. En ik heb zo mijn best gedaan en hij loopt gewoon weg. Kijk nou wat ik allemaal voor de politie heb gedaan. En ze nemen dank voor stank. Of stank voor dank, ik weet het niet. Weet je wat? Als jullie hem niet willen, geef ik hem al aan iemand anders, hoor. Hè? Dan hou ik hem zelf. Nee, ik hou hem niet zelf. Maar ik ga hem aan iemand anders geven. Ik monteer auto's voor jullie. Het enige wat jullie doen is boos weg. Wat was dat? Is dat mijn oude Lego-auto? Wow, dit is mijn oude Lego-politieauto. Die heb ik online verkocht op Marktplaats, volgens mij. En er rijdt iemand mee rond. Oh, laat zeker even in de reacties weten als jij die video nog kent, dames en heren. Ik ben heel benieuwd wie die oude video van mijn YouTube-kanaal nog kennen. Goed, volgens mij is hier ergens in de buurt het huisje waar ik deze auto van heb gestolen. Ik bedoel, geleend. Alleen, ik kan het niet meer helemaal vinden. Volgens mij was het ergens hier. Als we dan hier doorrijden. Oh, ben ik het nou echt kwijt? Is Henkie... Oh, nee, dat meen je niet, toch? Of was het hier? Oh, volgens mij was het hier. Ja, hier was het, hé. Goeiedag, mensen. Ik kom terug met jullie. Nee. Ze hebben je vervangen. Nou, zeg. Ze hebben gewoon een nieuwe auto gekocht. Tesla, ze hebben je vervangen. Ze waren niet eens boos of ze maakten zich niet eens zorgen over jou. Weet je wat? Dan neem ik jezelf wel mee. Als niemand jou wilt, wil ik je wel. Dan gaan we maar weg hier, hoor. Nou, dan neem ik hem maar mee. Dan is hij gewoon van mij. Dan heb ik gewoon een nieuwe Tesla Model S. In een politie-outfit ook gewoon. Ongelooflijk, hè. Oh, ik moet wel heel erg oppassen met rijden. Want ik heb hem wel echt heel snel gemonteerd, die auto. Ah, ik ga lekker naar huis rijden, dames en heren. Dan gaan we nog even naar... Yo, wat was dat? Sorry, meneer. Oh, nee. Oh, nee. Wat heb ik gedaan? Hij slaapt. Hij is in slaap gevallen. Oh, er is niks aan de hand. Ik ben thuis. Hallo. Oh, we zijn weer thuis. Laten we hem gewoon in de garage stoppen dan. Deze mooie Tesla hier. Hoppakee. Zo, wat een dag was dat weer, hé, dames en heren. We hebben gewoon van alles en nog wat gedaan. Ik moet wel even kijken waar ik mijn panto weer kan vinden. Want die is gestolen. De politie steelt ook alles van mij. Ah, oh, mijn Henkies monteerder is gewoon weer terug. Ik vond het zo leuk om weer eens een keer een video voor jullie op te nemen. Laat het zeker weten in de reacties als jullie nog meer video's willen. En vergeet zeker even niet te liken. Laten we zeggen, vanaf 2000 likes maak ik gewoon nog een Henkies monteurder. Maar dan moeten jullie wel echt liken, hoor. Anders doe ik het niet. En dan nu, kijkers. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!